Oké, okay, hopelijk is inmiddels Unity geïnstalleerd op jullie computer. En kunnen we deze openen? En op het moment dat je hem opent, krijg je dit scherm te zien. En dat is het uh, startscherm. Hier staan al jouw meest recente projecten. Mocht je hem net hebben geïnstalleerd, dan is deze lijst leeg. Maar je kan heel makkelijk een nieuwe aanmaken door hier op nieuw te klikken. Dit gaan wij natuurlijk ook doen om ervoor te zorgen dat jullie. Precies hetzelfde mee kunnen doen. En dat lijkt me wel zo makkelijk voor jullie. Voor ieder nieuw project hoef je maar drie dingen in te vullen: dat is de projectnaam. Laten we deze. voetbal. game noemen. En de locatie. Vervolgens hoef je alleen nog even een template te kiezen en dat is 3D of 2D normaal gesproken. Dat zijn de twee meest gebruikte. Met de komst van de nieuwe Unity 2018 is er nogal een hoop veranderd in deze templates en zijn er een aantal bijgekomen. Deze zal ik in een latere video toelichten, is in dit geval niet nodig. We kiezen hier dus voor 2D. Als je de projectnaam, uh, locatie en de template hebt ingevuld, klikken we op Create Project. Oké, okay, nu Unity is geopend, kunnen we aan de slag met het maken van onze game. Ik zal eerst heel even een korte uitleg geven over wat je nu eigenlijk allemaal op je scherm ziet. En hoe, hoe Unity dus uh, werkt. En hoe de layout eruit ziet. Wat, wat alle schermpjes zijn, alle onderdelen ervan. Het belangrijkste. Is hier uh, in het midden, tenminste in de meeste uh, default gevallen zit hij hier in het midden, rechts de project view, je project window. Dat is hier dit scherm. In jouw project view staan eigenlijk alle bestanden die jij voor jouw game nodig hebt. Alle bestanden, zoals bijvoorbeeld je geluidseffecten, je plaatjes die je gaat gebruiken, eventueel 3D-objecten, je scripts. Alles wat jij nodig hebt voor jouw game. Dat wil niet zeggen dat ze automatisch. In de game gebruikt worden. Daarvoor moeten we even kijken uh, hoe een game uh, gemaakt in Unity eigenlijk in elkaar zit. Een game uh, bestaat uit scènes En een scène is eigenlijk een verzameling van bij elkaar horende objecten. Bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld de game Super Mario neemt, dan zou je kunnen zeggen: Level 1 is een scène, Level 2 is een scène, Level 3 is een scène. Maar bijvoorbeeld ook het hoofdmenu is ook scène en je gaat zo, net als in een film, van de ene scène over naar de andere scène. Het idee hiervan is, als je bijvoorbeeld bij het hoofdmenu bent, dan heb je scène level 1, level 2, level 3 niet nodig. Op het moment dat jij in het hoofdmenu hebt gedrukt op begin het spel, dan kan de scène van het hoofdmenu weg en wordt die vervangen door scène level 1. Boven je project window zie je de zogenaamde hierarchy en in de hierarchy zie je de op dat moment openstaande scène. Bij ieder nieuw Unity-project uh, opent er standaard een sample scene. En deze sample scene die zie je hier. Die bestaat uit één game object. En dat game object is de main camera. En ik heb net uh, de term game object al laten vallen. Maar wat is nou eigenlijk een game object? Een game object is eigenlijk een verzameling van verschillende onderdelen. En in, in Unity noemen wij deze onderdelen components. En iedere component zorgt voor Eén specifieke taak. Components kun je eigenlijk zien als lego blokjes uh, die samen één geheel vormen. Dus als jij een aantal lego blokjes bij elkaar zet, kun je bijvoorbeeld het poppetje van Mario in elkaar zetten. En ieder lego blokje heeft daar zijn eigen uh, rol in het geheel. En dat geheel noemen we dus een game object. En een game object bestaat dus uit verschillende componenten. En ieder component, het idee van, van componenten is dat ieder component... Één specifieke rol heeft. Laten we bijvoorbeeld gaan kijken naar wat er standaard in de sample scene wordt uh, geleverd. Dat is het Game Object. Hier, zijn, hier staan alleen maar GameObjects En het enige gameobject dat er staat, is main camera. Als we daarop klikken zien we dat er twee dingen gebeuren. Aan de ene kant wordt de inspector geopend. Dat is hier rechts het schermpje. En een inspector. Het doel van de inspector is om te laten zien uit welke components een gameobject bestaat. En nogmaals, ieder component biedt. Één specifieke rol, één specifieke functionaliteit voor dat GameObject. Nou, laten we even kijken wat er hier uh, gebeurt. We, we gaan dadelijk kijken wat er, waarom er hier nu in één keer een camera preview staat. We gaan eerst even naar een aantal components kijken dat hier op de main camera zit. Nou, zoals je ziet, op de main camera zitten drie componenten, namelijk Transform, Camera en AudioListener. En nou komen we meteen bij een van de belangrijkste uh, components in Unity, dat is een Transform. En een transform is eigenlijk een, een stukje code dat ervoor zorgt dat een gameobject drie hele belangrijke eigenschappen heeft. Namelijk een positie, waar in de, in, in de scene staat dit gameobject, de rotatie en de schaal. En de schaal is eigenlijk de grootte. Rotatie is uiteraard de manier waarop die uh, gedraaid staat. Zo kunnen wij dus in één keer zien en ook veranderen. Bijvoorbeeld waar uh, de, de camera in dit geval staat, hoe die geroteerd is en hoe groot die is. Dat is één. Component. Transform is dus een component dat uh, een game object ergens in de wereld laat bestaan. Dus door het aanpassen van deze waarden, kun je de positie of de rotatie of de schaal van dit gameobject in de wereld aanpassen. We komen overigens later nog terug op wat er hierboven in de inspector staat. Dat zijn de hoofdeigenschappen van dit gameobject. Het heeft dus niks te maken met de component. Maar de andere eigenschappen van de game object komen we later op terug. Dit is in ieder geval. Uh, de naam en dit vinkje is of die wel of niet geactiveerd is. En zoals je ziet, als ik hem aanzet, zul je zien dat er een camera-icoontje verschijnt. Zet ik hem uit, dan staat er in één keer niks meer in mijn scene. De eerste, transform, uh, de eerste component hebben we gehad: dat was transform. Om het overzicht te houden, kun je hem middels dit uh, driehoekje even dichtklappen. Dan is het makkelijker te zien. En het tweede component is de camera. En de camera is een heel belangrijk uh, component, want zonder camera in jouw um, in jouw scene kun je niks zien. De camera component zorgt ervoor dat er als het ware een camera in jouw scène staat die opneemt wat er in jouw scène gebeurt. In andere woorden, het laat de speler kijken naar de wereld en dat is natuurlijk super belangrijk, anders zie je niks. Zoals je ziet, ook deze, ook de camera heeft verschillende Eigenschappen en 90% gaan wij nu niet aankomen, maar een van de dingen is bijvoorbeeld de background. En de background dat is een kleur die je aan kan passen. En zoals je ziet is dit dezelfde kleur als die hier in de camera preview uh, staat. En dit zijn allemaal onderdelen die we nu even niet aan willen passen. En waarom kom ik dadelijk op terug, maar het is belangrijk om te weten dat dus de camera ervoor zorgt dat de speler kan kijken door de wereld. Om nou een volledig beeld te krijgen van hoe de scène is opgebouwd, wat er allemaal in de scène staat en wat de speler allemaal ziet, is dit scherm hier aan de linker, uh, dit grote scherm hier in het midden zichtbaar en dat staat ook. Dat is de Scene View. En in de Scene Window kun je uh, scrollen. Als je de middle mouse button ingedrukt houdt, kun je ook rondkijken in wat er allemaal in de scene staat. En op dit moment staat er eigenlijk alleen maar de Main Camera. En de main camera heeft dit uh, vierkantje om zich heen. En dat wil zeggen. Dit is het deel van het spel wat de speler. Of het deel van de scene wat de speler nu door de ogen van de camera ziet. Als er dadelijk objecten in uh, de scene gezet worden, kun je, heb je daar denk ik een beter idee van wat er precies allemaal gaande is. Maar uh, daar komen we dadelijk op terug. Hieronder staan nog de console, de animator en de animation. Die gaan we alle drie niet gebruiken voor deze game. Dus die kun je sluiten door rechtermuisknop. Close tab, rechtermuisknop, close tab, rechtermuisknop, close tab. Hierdoor uh, wordt de scene view een stuk groter en daarmee kunnen we het volgende doen. Een van de grote voordelen van Unity is namelijk dat jij alles zelf helemaal in kan stellen zoals je dat zelf wil. En wat ik bijvoorbeeld persoonlijk fijn vind als ik, niet, als ik met, met deze simpele overview werk, is bijvoorbeeld om de game view, als je die vastpakt en te slepen, kijk je kan ze overal neerzetten, is om ze bijvoorbeeld hier neer te zetten. Dan heb je alle schermen heel overzichtelijk bij elkaar. Oké, okay, dit is hoe Unity er normaal gesproken echt uh, by default uitziet. Dat wil dus zeggen dat Unity Playground nog niet is geïnstalleerd. En Unity Playground is uh, niet alleen de manier om ervoor te zorgen dat je zonder te programmeren een game kan maken. Het is ook nog zo dat Unity Playground automatisch de inspector van de components een heel stuk overzichtelijker maakt. Dus al deze moeilijke termen die worden dadelijk verborgen, zodat je die niet ziet. Je hoeft je, je geen zorgen om te maken. Je krijgt alleen de zaken te zien die voor jou op dat moment van het spel belangrijk zijn. De wat simpelere zaken. Vooral handig voor de mensen die dit soort termen allemaal niet kennen en die daar niks te maken mee willen hebben. Voor nu is dat ook voor ons niet nodig. Om Unity Playground te installeren, klik je op Window en je gaat naar Asset Store. De Asset Store is een digitale winkel van Unity waar jij Andermans zogenaamde assets kunt kopen of gratis kunt downloaden. En de assets, nogmaals, dat zijn dus alle onderdelen wat jij nodig hebt voor jouw spel. Wat je bijvoorbeeld in de Asset Store vindt zijn, ik zal even kijken, uh, hier, platform game assets. Dat zijn bijvoorbeeld plaatjes om je eigen platformer te maken of Unity Standard Assets. Dat, is, dat zijn 3D-modellen die je kan gebruiken om je game mooier te maken. Maar wat je ook bijvoorbeeld hier zult vinden, zijn tools om in, jouw, in Unity de game nog beter te maken. Bijvoorbeeld, ProBuilder is een gratis tool om in Unity 3D-objecten mee te maken en aan te passen. Nou, allemaal heel cool, maar wat we nu nodig hebben, gaan we vinden door helemaal naar boven te scrollen en hier in het zoekveld in te tikken: Playground. Druk op Enter en vervolgens krijgen we een aantal resultaten. Als je even naar beneden scrolt, dan zul je hier, <laughs> ik had niet in de gaten dat dit natuurlijk ook uh, zoekopdrachten oplevert, maar dan zie je hier Unity Playground. Dus zorg ervoor dat je dus deze hebt met dit icoontje van de uitgever Unity Technologies. Zoals je ziet is deze volledig gratis. Het enige wat we hoeven te doen is op import te klikken. Als je deze nog nooit hebt gedownload, nooit hebt gebruikt, zal er waarschijnlijk eerst download staan. Als, als je op download klikt, zal Unity hem eerst naar je computer downloaden. Daarna, klik daarna dan op import. Bij ieder Unity package zul je zien dat als je op import hebt geklikt en hij heeft de eerste paar stappen gedaan, dan zie je dit venstertje. En in dit venstertje kun je zien wat er allemaal in dit pakket zit. Voor nu klik even voor de zekerheid op links onderin op All, dat wil zeggen dat je, dat je alles gaat, gaat importeren en klik op Import. Ondertussen, dat Unity bezig is met het importeren. Is het mogelijk, zoals ik al dacht, dat, dat dit venster oppopt? Dat is Restart Required. Ik klik nu maar gewoon op Restart. In ons geval omdat ik met een aantal zaken heb zitten rommelen. Vragen opslaan. Nou, dat mag je zelf beslissen. Ik kies in ieder geval voor om hem nu wel op te slaan. En vervolgens gaat Unity aan de slag om het pakket Unity Playground te downloaden en te installeren.